Mijn naam is Nicolien van Enter. Ik ben trendvoorkaster van beroep op het gebied van schoenen. En we zijn hier bij SLEM. Dat is mijn nieuwe educatie- en innovatieinstituut voor schoenen in Waalwijk. In eerste instantie zijn wij een onderwijsinstelling. Wij hebben studenten vanuit de hele wereld die hier leren hoe ze nieuwe concepten kunnen ontwikkelen voor de schoenenbranche. Omdat deze regio echt bekend staat om schoenen. Daarnaast geven wij ook trainingen aan bedrijven die hier willen leren hoe ze innovatiever en milieuvriendelijker kunnen zijn. En we gaan nog activiteiten ontwikkelen voor consumenten door ook tentoonstellingen en museale activiteiten op schoenengebied te gaan doen. Wij komen aan mensen uit het buitenland doordat wij eigenlijk op heel veel verschillende plekken lesgeven. Ik word uitgenodigd op allerlei instituten en op vakbeurzen om daar te komen spreken. En we vragen die studenten van, nou, als jij verder wil groeien in schoenen en je wil echt een opleiding doen die heel uniek is op het gebied van innovatie. De opleiding die we hebben bestaat ook helemaal nergens als zodanig. Dan kun je naar SLEM komen. Het advies wat ik heb aan bedrijven die mensen vanuit het buitenland hier naartoe willen halen is: wees vooral niet bang voor dezelfde vooroordelen over Brabant als platteland die je binnen Nederland hebt. Mensen uit het buitenland weten helemaal niet waar Brabant ligt en dat geeft ook helemaal niet. Als jij iets aan te bieden hebt wat goed is qua inhoud en wat de faciliteiten heeft die mensen aanspreekt, dan komen ze vanzelf en dan vinden ze het uiteindelijk alleen maar leuk als ze hier zijn. We hadden hier van de week 30 Japanners in Waalwijk. Nou, die hebben nog nooit van Waalwijk gehoord, maar die vonden het prachtig. Heel mooie small rural historic town, dus die zien het alleen maar heel positief. Denk in zijn algemeenheid wat Brabant heel erg zou helpen is als mensen qua mentaliteit wat meer trots zouden zijn op dat ze, wat ze hier hebben, dat wat meer uitdragen en ook wat meer zelfvertrouwen in hebben. Niet zo van, oh, dat zullen ze boven de rivieren of in het buitenland allemaal wel beter weten. Nee, wees gewoon trots op wat je hier hebt bereikt. En we merken ook op het moment dat eenmaal iemand hier iets gaat doen, dan willen ze allemaal heel graag mee. Maar om zelf de eerste stap te zetten, daar zouden ze nog verder in kunnen groeien. Ik denk dat ik op dit moment, we zijn nog maar net open sinds februari, het meest trots ben puur op het feit dat we bereikt hebben. Dat we gewoon open zijn, dat we, heel veel mensen waren sceptisch van oké, zo'n innovatiecentrum, wat gaat dat dan worden? Dat we het hebben staan, dat we studenten hebben uit echt alle hoeken van de wereld, meteen al voor de eerste cursus. En dus inderdaad zelfs al binnen 6 maanden met de meest toonaangevende bedrijven in de wereld, binnen de schoenenbranche, de samenwerkingsverbanden hebben.